Hoi allemaal, je kijkt naar Koppensnellen van vrijdag 8 juli. Vandaag beginnen de vakanties in Brabant. Het Eindhovens Dagblad meldt dat inbrekers dankzij sociale media vaak precies weten wanneer iemand op vakantie is. Het wordt de dieven dan ook wel erg makkelijk gemaakt, zegt politiechef Jurissen in de krant. De eigenaar van camping Fort Oranje in Rijsbergen moet de gemeente Zundert een dwangsom betalen van €500.000. Dat schrijft BN De Stem. Die dwangsom is hem opgelegd omdat de camping niet aan de veiligheidseisen voldoet. De eigenaar gaat in beroep. Koperdieven hebben in Etten-Leur de koperen kabels gestolen van het reuzenrad dat daar op de kermis stond, zo bericht Omroep Brabant. De schade bedraagt ongeveer €4.000. De NOS meldt dat in Tilburg twee jongens van 19 jaar zijn opgepakt op verdenking van doodslag op een man in de Spaanse kustplaats Lloret de Mar. De 42-jarige slachtoffer werd in 2008 dood aangetroffen in een steegje. Het Brabants Dagblad schrijft dat in Uden CDA-wethouder John Timmers zwaar geëmotioneerd en met een snik in zijn stem zijn ontslag heeft ingediend. De breuk in de coalitie is hiermee definitief. De Telegraaf meldt dat de allernieuwste jurk van Lady Gaga ontworpen is door de 27-jarige Eindhovense kunstenaar Bart Hess. De jurk bestaat uit ongeveer 15 kilo paars-oranje smurrie. En zo zag vandaag de voorpagina van de Belgische krant De Morgen eruit. België weet het niet meer, nu opnieuw een voorstel om tot een nieuwe regering te komen is afgeblazen door de Vlaamse nationalisten. Nu we het toch over de Belgen hebben... Hoe moet je daar zitten? Hoi. Dat is een derde keer dat ze mij flitsen deze week. Hè. Kom, op taart ijzer, gedaan ermee. Ik heb hem hier gewoon uit de grond getrokken. Is dat oude elektronica of is dat oud ijzer? Wat is dat? Oh, dat pakt er niet aan. Ik heb dat hier gewoon weg. Gewoon op taart ijzer toch? Die rommel. Ja, en tot zover Koppensnellen voor vandaag. Ik wens u een heel prettig weekend. Hoi.